Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal en welkom bij deze. Het is voetbaltijd in Nederland, vandaar dat ik ook speciaal een oranje shirt heb aangetrokken. Welkom bij deze eerste let's play van de wilde voetbalbende avontuur in de Graffiti Torens. Laten we gewoon lekker beginnen. Goed zo! De Wilde Bende. Avontuur bij de Graffiti-torens. Kies één van de gekleurde cirkels op de muur. Verdorie, geen grijs. Als je de volgende keer weer dit gat kiest, kun je verder spelen vanaf het punt waar je de vorige keer gestopt bent. Hé, hoe komen jullie hier zo terecht? Anders kom ik hier nooit iemand tegen. En zeker niet 's morgens vroeg. Van de anderen durft niemand in het donkere woud te komen. Dat is ook geen wonder. Dit bos was de donkere grens naar de Graffiti-toren. Die afschuwelijke huurkazerne. Daar wonen en heersen dikke Michielse roversbende. Maar maak je borst maar nat, nu je toch hier bent. Dit is echt geen kattenpis of uienzeik of zo. Dit is bloedserieus. En ben je bang? Deze munt heb ik jaren geleden gevonden in een tramrail die niet meer gebruikt werd. Ik wist meteen dat hij mij de weg zou wijzen die ik moest gaan. Moest gaan! Het was mijn geluksmunt. Daarom kom ik iedere dag stiekem hier naar het donkere woud. Om de munt te vragen hoe het verder gaat met mij. Aan welke kant ik thuis hoor. Aan de goede kant, het groene bos waar ik met mijn moeder en mijn broertje Josje woon. En de wereld van de wilde bende. Of aan de kwade kant, bij de graffiti-torens. Waar de onoverwinnelijke winnaars wonen. En niet schrikken, maar ik weet het heel zeker. Zo zeker als deze verroeste munt. Volgens mij woont mijn vader daar ook. Vraag maar niet waarom ik dat denk. Ik ken mijn vader niet. Maar ik wil hem nu eindelijk eens vinden. Zeker weten. Willen jullie me daarmee helpen? Mijn moeder... Krabbenklauw en kippenkak. Wat is dat? Ik moet wegwezen hier. Maar waarheen? Barst! Ik heb maar één kans. Ik moet op de oude bal van de ruïne klimmen. Dat was nog eens een goede grap. Daar stonden ze van te kijken. Dat kun je wel zeggen, Michiel. Dat was de moeite waard. Ja. En hoe ze wegrenden toen Kong gromde. Net bange wezels. Dit moeten we gauw nog eens doen. Eén keer in de week zo'n actie en we hebben het gemaakt, jongens. Die watjes van het groene bos kunnen zich maar beter verstoppen. En mijn neef zou ook trots op ons zijn. Hé, hey Michiel, wat is dat? Hé, hey, wat is hier aan de hand? Waar komt dat vandaan? Ja, de vossenstaart. Die heb ik van mijn moeder gepikt. Ik geloof dat die van mijn vader was. Dat zal die leeghoofden wel afleiden, hopelijk. Ha! Boomratten gigaklets. Kijk eens, dat is een staart van een eekhoorntje. Wat is dat voor verroest ding? Die munt is vast niets meer waard. Weg ermee.
Kom, we gaan er vandoor. Onze laatste buit moet gevierd worden. Oh man, dat ging net goed. Je kunt beter niet gepakt worden door die engers. Ik ben weg hier. Phew, hier ben ik veilig. Zelfs mijn broertje Josje weet niets van mijn geheime plek in de torenkamer van Camelot. Ha, en dat is maar goed ook, want ik heb de meest geheime dingen verstopt. Maar nu weet jij ook dit geheim. Kom, geef je hand en zweer dat je niemand over deze plek zal vertellen. Je kunt altijd naar mijn geheime plek. Als je in het menu op de wilde bende klikt. Dat is heel makkelijk. Beweeg de cursor gewoon naar de rechterkant van het beeldscherm en het menu verschijnt. Ah, kijk aan. Zo, en nu laat ik je zien wat er nog meer is. Hier hang ik symbolen op. Als we coole spelletjes ontdekken, dan kun je ze vanaf hier meteen spelen en wanneer je maar wilt. Het land van de wilde bende. Daar zijn allerlei plekken waar we naartoe kunnen. Als je toevallig niet in de torenkamer bent en je wilt ergens anders heen, dan kan dat altijd met de kaart in de menubalk. Mijn nieuwe dagboek. De oude was vol. Ik schrijf hier alles in wat interessant is. Je kunt er altijd via de menubalk bij. En het Heilige der Heiligen. Mijn inventaris. Daar past zoveel in, dat je haast denkt dat je de zak van Sinterklaas bij je hebt. Alles wat we verzamelen, komt daarin en je kunt hem altijd oproepen via de menubalk. Nou, dat is dus het spel, tenminste het begin. Voor wie het niet kende, die wilde voetbalbende, dat was ooit een boekenreeks. Ik heb het zelf nooit gelezen, dus ik weet ook niet echt wat ik kan verwachten. Maar laten we gewoon beginnen. Geen zin om nu te eten. Een elektrische luchtpomp. Die zou elke voetballer moeten hebben. Een voetbalpomp op zijn minst. Dat kan ik nu niet gebruiken. Ik neem mijn geld maar mee. Het is wel niet veel. Maar misschien zou ik het best wel eens nodig kunnen hebben binnenkort. Ja, je hebt het eerste belangrijke voorwerp gevonden. Gefeliciteerd! Hoera! Deze heb ik nodig voor de kaars. Zo! Dat heb ik nu niet nodig. De training 's avonds laat was echt te gek. En Marlon's verrassing was een absolute knaller. Dit is mijn spelerscontract. Iedereen heeft er een. Daar staat alles in wat je nodig hebt om lid van de wilde bende te zijn. Waar nu naartoe? Niemand hier? Ik kijk even in mijn klaslokaal. Misschien kom ik daar te weten wat er vandaag aan de hand is. Een zak gips, dat komt altijd van pas. Vooral als je iets wilt knutselen. Mijn klaslokaal. Lijm. Lijm. Dat heb ik nu niet nodig. Hier
hier staat een bericht van onze lerares. Zoals vorige week al aangekondigd, geen lessen gedurende de elektriciteitswerkzaamheden op de gang. Angela Blokker. Oh ja, dat klopt. Helemaal vergeten. Kan onzeg. Zeg. Daarvoor kwam ik speciaal hier naartoe. Maar ik heb nog genoeg tijd om mijn vader te zoeken. Griezelig. We gebruiken het skelet altijd met Halloween om geintjes met onze leraren uit te halen. Dus, je plakt perkamentpapier voor een zaklamp. Dan maak je een kartonnen houder voor de dia's. Je plakt de zaklamp op een houten lat. Aan de voorkant van de lat bevestig je met lijm, draad of plasticine een vergrootglas. Als je nu een dia op zijn kop voor de zaklamp klemt en het beeld op een witte muur of een gespannen laken projecteert, zie je het beeld heel groot. Dat kan ik nu niet gebruiken. Hallo, hoe lang ben je nog bezig met dat werk? Als zo'n worm als jij me van mijn werk houdt, dan duurt het een eeuwigheid. Maar dat is zeker de bedoeling. Afblijven, dat is geen speelgoed voor kleine jochies. Dit is mijn kluisje. Daarvoor heb ik mijn sleutel nodig. Dit is het kluisje van Max. Hij zegt nooit iets, zelfs niet als hij telefoneert. Hij heeft zijn zwijgen één keer doorbroken, toen we alle moed moesten verzamelen om tegen de onoverwinnelijke winnaars te voetballen. Was het groot, kijk, dan doet hij het. Kan ik hier iets van gebruiken? Simsalabim, kluis ga open. Mijn kluisje mag ik ook wel eens opruimen, maar niet nu. Een video van Indiana Jones. Een van mijn lievelingsfilms. Ik wou dat ik op hem leek. Dat is mijn oude voetbalshirt. Dat is nu veel te klein. En trouwens, we hebben nu coole zwarte wilde bende shirts met je naam en nummer erop. Mijn voetbalschoenen. Mijn luchtpomp, die heb ik nu niet nodig. Water, mijn lievelingsdrankje. Lest de dorst beter dan wat dan ook. Een zak gips, dat komt altijd van pas. Vooral als je iets wilt knutselen. Camelot. Ik zie geen hand voor ogen als de ramen dicht zijn. Maar goed dat we een lamp opgehangen hebben. Waar zit de schakelaar nou? Och, heremenjee, wat een troep. Dat is nog van ons laatste feestje, toen we Vanessa in de wilde bende opgenomen hebben. Ik moet dit eerst even opruimen. Weg met die troep. Ja, dat is afval. Precies, weg ermee.
weg met die troep. Dat ziet er al veel beter uit. Plastic folie. Als je een beetje detective bent, weet je of dingen ooit van pas kunnen komen. Haha, dat zijn de roze pumps die wij Vanessa voor haar verjaardag gegeven hebben. Toen we haar nog niet aardig vonden. Die gaan niet in de vuilnisbak. Een elastiekje, dat neem ik mee. Een strijkbout. Is er iemand die wil strijken? De bal van de wilde bende. De bal waar je bang voor moet zijn als je niet bij de wilde bende hoort. Elektrisch... Wat moeten we daar nou mee? Elektrisch sap voor de strijkbout. Nu staat de strijkbout aan. Voor de dag ermee. Elektrisch sap voor de strijkbout. Nu staat de strijkbout aan. We gebruiken dit touw vaak om sokken vast te binden, zodat hij niet in de weg loopt als we trainen. Het ontwerp hoe we Camelot kunnen ombouwen tot een vesting. Maar goed dat we dat hebben. Het reglement van de wilde bende. 1. Wees wild. 2. Alles is cool zolang je maar wild bent. 3. Geef nooit op. 4. 1 voor alle, alle voor 1. 5. Wie ooit weggaat bij de wilde bende is een verrader. Voor de dag. Maar nu is het tijd dat ik mijn vader ga zoeken. Maar, psst, niet vergeten. Geheim is geheim. Niemand mag van deze plek weten. Nou, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. En ik zie jullie de volgende keer.